Het internet. Een geweldige bron voor informatie en communicatie en een slimme tool voor commerciële partijen. Want data is het nieuwe goud. Terwijl we steeds meer delen met onze smartphones en computers, worden onze privégegevens juist steeds minder beschermd. Wie beschikt er eigenlijk over al die data? En wie verdient er precies aan? De huidige wetgeving is nog steeds gericht op het beschermen van ons fysieke zelf. Maar hoe zit het met de wettelijke bescherming van ons digitale zelf? Hier hebben we zelf nauwelijks macht over. Want een overheid die zich richt op economische groei, luistert vooral naar bedrijven. Niet echt democratisch dus. Extra vreemd is dat we met de huidige mogelijkheden juist veel sneller en directer bij beleidsvorming betrokken kunnen worden, maar dat het nauwelijks gebeurt. Natuurlijk moet je dan wel beschikken over alle informatie. En daar hebben we een open en verantwoordelijke overheid voor nodig. Dat zorgt voor meer betrokkenheid en geeft ons in elk geval de mogelijkheid betere keuzes te maken. Vrije uitwisseling van informatie is dus essentieel. Toegang tot ideeën, ontwerpen, kennis en cultuur stimuleert de ontwikkeling van mensen. Daarom kunnen we niet zonder vrijheid van informatie en vrijheid van internet. Dat en een transparante overheid, solide burgerrechten en serieuze aandacht voor privacy. Hoe kunnen we immers vasthouden aan deze belangrijke waarden als onze eigen overheid geen openheid biedt of er te weinig van af weet? Als er alleen makkelijke oplossingen worden beloofd, maar geen goede vragen worden gesteld. Hoe zou je het vinden als jouw stem wel wordt gebruikt? In de coronacrisis komen burgerrechten steeds meer onder druk te staan. Terwijl in een vrije democratie zou je juist erop moeten inzetten om mensen te helpen om zichzelf en anderen te beschermen. En niet zo in te zetten op dwang en drang. Dus je kan beter mensen helpen met goede informatie. En pas als dat echt allemaal niet werkt, dan kan je gaan kijken naar andere maatregelen.